Vandaag 1 mei, dag van de arbeid. Ja, dan denk ik, zou ik daar nu een proletarische wijn moeten drinken? Maar ja, wat moet je daarbij bij voorstellen? Is dat dan zo'n een liter in tetrabriek of zo? Of is dat dan een wijn geproduceerd in een communistisch land zoals China of Kyrgyzstan of zo? Eerlijk gezegd trekt mij dat allemaal niet zo aan. En we hebben vanmiddag een mooi stukje lamsvlees. En dan ben ik toch eerder geneigd om naar een verfijnde wijn terug te grijpen. En dat is een goede gelegenheid om terug te gaan naar de Château de France van onze goede vriend Arnaud Thomassin. Bij Sac-Lignon dus. Ik ga niet alles herhalen wat ik al verteld heb over toen ik de witte voorstelde. Maar dus de Pessac-Lignon is het deel van de Graaf dat net ten zuiden van Bordeaux ligt. Waar eigenlijk de wijnbouw ontstaan is in Bordeaux. En waar de alle Grand Cru Classés zich bevinden, waar je ook een specifieke terroir, zeer kiezelrijk hebt. En voor Château de France is dat zeker het geval. Château de France ligt op een van de hoogste terrassen van kiezels, van de afkomst uit de Pyreneeën. Met een ondergrond van klei-kalk, maar ook zanderen gestoken. En ligt dus echt ook tussen andere groten, zoals u kunt zien op het kaartje normaal, tussen Fieuzal en Domaine de Chevalier, ook Malartique La Gravière is niet veraf. Dus dat zijn toch wel van de allerbeste Grand Cru Classés. Dus vandaag gaan we de rode proeven, die gemaakt wordt uit Cabernet Sauvignon en Merlot. Normaal een beetje meer Cabernet Sauvignon dan Merlot. Maar die 2015, blijkbaar is er iets meer Merlot in de samenstelling gegaan dan gewoonlijk. Het is een goede gelegenheid om eens te zien hoe die 2015 nu proeft. Het is een heel mooi jaar, een heel rijp jaar, maar sommige wijnen evolueren vrij vlot, vrij snel en zijn al snel op dronk. Eens zien wat dat dit geeft. Dit is een wijn die onder temperatuurcontrole gevinifieerd wordt, lage rendementen, onder andere door groene oogst. En krijgt ook dan een élevage, een rijping van een 14 maanden in eigen vaten, ongeveer de helft nieuwe en de helft van 1 jaar oud. We zien het mooi. Granaatrood kleur, niet meer paars, ook wel logisch. De neus nog iets wat gesloten, ik heb de wijn natuurlijk ook nog maar pas open gemaakt. Maar toch komen er mooie aroma's van roodfruit, cassis. Toch ook wat zwart, bospes. Als je goed walst, begint dat te komen. En ook licht gerookte toets. Hij is heel vol en breed in de mond, in de aanzet. Dan komt er nog vrij veel tannine, maar heel rijpe tannine. Mooi vooraan in de mond. Wat zoet hout, ook terug die gegrilde toetsen van het hout en ook wat kruidigheid. Het begint al best aangeramd te worden, maar het is duidelijk dat deze wijn nog heel wat potentieel heeft, nog gerust een jaar of 5 verder kan rijpen. Misschien best om nu te drinken hem eerst te decanteren, dus in een karaf te gieten, zodat die tannine wat soepeler wordt en de wijn mooi open komt. Hij zal alleszins al niet te versmaden zijn straks bij een stukje vlees.